Je kan volgens mij niet van een speler vragen dat je verplicht moet winnen. Je kan wel van hem vragen om er alles aan te doen om die wedstrijd te winnen. Arne, goedemiddag. Ik weet nog van vorig seizoen over deze tegenstander, over Kambuur, dat je uh, heel erg lovend was over hun spelopvatting, over de werkwijze van Henk de Jong. We kennen zijn situatie natuurlijk. Zie jij ondanks die situatie nog steeds diezelfde principes die je vorig jaar ook bij ze, bij ze zag? Ja, ja. Dat, uh, dat, wat op zich ook niet zo vreemd is, omdat Henk daar, ik denk vier jaar trainer is geweest. En een periode daarvoor ook al, overigens, maar de laatste drie of vier jaar daar geweest is. Zijn assistenten hebben het overgenomen, hebben de eerste wedstrijd nadat Henk helaas, helaas, helaas moest stoppen. Um, dezelfde principes gehanteerd. En uh, dan zie je dus een elftal wat ongelooflijk veel duidelijkheid heeft in de manier van spelen. Wat vervelend genoeg voor hun. En in mijn beleving ook niet volledig terecht, nog niet dat het aantal punten heeft geleid waar ze, waar ze wellicht qua veldspel wel recht op hadden. Maar goed, dan heb je mij ook al vaak horen zeggen dat veldspel niet altijd tot goals leidt. Hè. Dat nee, geldt het voor het hun ook. Het is wel bijzonder dat een, een team met die opvattingen dan het team ook is dat het de laagste aantal goals in de competitie heeft gemaakt. Vertekent dat dat wat? Of ja, is het gewoon ook mindere kwaliteit dan vorig jaar? Dat is moeilijk te bepalen, dat ik daar niet, uh, niet bij ben. Ik heb natuurlijk wel wat van ze gezien. En omdat ik ook daar gewerkt heb en, uh, en iemand die ik heel erg goed ken, wel meerdere mensen die ik goed ken, daar ook nog werkzaam zijn. Schiet, een van de eerste mensen die mij de binnen schiet, was hun eerste thuiswedstrijd volgens mij tegen Excelsior, die ze eigenlijk niet hadden kunnen verliezen, maar wel verloren. En, um, en ik denk dat ze dat soort wedstrijden wel vaker spelen. Je ziet wel veel van hun wedstrijden die best wel uh, redelijk dicht bij elkaar liggen, dat ze over het algemeen niet met hele ruime cijfers verliezen. Bijvoorbeeld RKC uitgezonderd, maar soms met acht of negen man op het veld. Maar in de meeste wedstrijden zijn ze in staat geweest om echt wel gelijkwaardig te zijn. Volgens mij won Twente in de laatste minuut. AZ won daar zo'n beetje in de laatste minuut. PSV verloor daar. Um, dus de meeste van de wedstrijden zijn qua veldspel behoorlijk gelijkwaardig. Alleen zij hebben tot op heden nog weinig spelers die uh, voor hun de goals maken. Ik luister op weg hier naartoe naar de podcast die je met Alex Pastoor hebt opgenomen. Daar zaten een hele hoop interessante dingen in. Eén ding die je ook zei, we ging over de wedstrijdbespreking. Ik zei, ik probeer voor elke wedstrijd, moet er eigenlijk een unieke invalshoek zijn om die spelers maar te kunnen raken. Toen dacht ik, bij deze wedstrijd grijp je dan ook te zien, in wedstrijd natuurlijk, naar uh, de stand op de ranglijst. Wat dat wat dat betreft lonkt. of ben jij een trainer die zo'n stand van de ranglijst altijd een beetje weghoudt? Toen jij het zei, zat Mikos voor je en die zit te kijken van nou, zo interessant vond ik het niet. Had ik de indruk, maar. <laughs> Uh, maar, hij heeft nog uh, niet geluisterd. Hij heeft nog niet geluisterd. Niet geluisterd. Okay. Um, Wel mooi dat Mikos ook toch weer ook deze persco weer genoemd is, want die ben ja, ik aan het van ja, al dit mijn seizoen. Mijn favoriete uh, ja, ja, deze analyste. Ja, ja. dus, uh, <laughs> um, nou, dus ook je wedstrijdbespreking. <laughs> die komt ook, hij komt ook altijd in de wedstrijdbespreking. Nee, bespreking. Ja. Um, dus niet dat je per definitie niet over de ranglijst praat als het gaat om een idee over hoe je ze probeert te raken. Uh, alleen over het algemeen probeer je zo min mogelijk te praten over dat je, dat je moet winnen. Want ja, wat is moet winnen? Dat natuurlijk uh, dat, uh, moet je elke wedstrijd winnen. Maar het enige wat je kan doen, is dusdanig veel goed om te zorgen dat je wint. Je kan volgens mij niet van een speler vragen dat je verplicht moet winnen. Je kan wel van hem vragen om alles aan te doen om die wedstrijd te winnen. Dus. Uh, ja, de ranglijst is, is, zou best wel een keer gebruikt kunnen worden. Maar het is niet iets wat, als ik zo even snel er doorheen scroll, iets waar ik heel veel met die jongens over spreek. Waar zit dat er meer? Want dat is heel vaak bij journalisten en bij supporters, die kijken heel erg al naar die ranglijst, ook in speelronde 10 of iets dergelijks al. En trainers houden dat altijd. Toch een beetje af. Waar zit dat in? Nee joh, ik kijk er ook heel veel naar en ben er ook heel veel mee bezig. En je bent bezig wat de eerstvolgende wedstrijden van ons zijn en wat er daarna nog aan zit te komen. Dus daar ben je wel heel veel mee bezig. En ik weet zeker die jongens ook. Alleen, jij vraagt mij of ik er in de wedstrijdbespreking heel veel over praat. En dan praten we veel meer over zaken die richting kunnen geven na die overwinning. Dus wat moet je ervoor doen om een wedstrijd te winnen? En niet specifiek, je moet winnen. Zou het zou de korte bespreking zijn. Wat die jongens misschien af en toe helemaal niet erg zouden vinden. Maar. Uh... Maar waar het, uh, waar het veel meer gaat over, ja, wat is dan de manier om te winnen? En wat moet je ervoor doen om de wedstrijd te winnen? Heb je buiten Idrissi iedereen fit? Ja, dat hebben we. Eén naam nog, ik ben benieuwd uh, over Boujoude. Die zie ik, weliswaar in samenvatting, maar zie ik bij uh, de onder-21, zie ik hem prachtige goals maken, mooie dingen doen. Wat moet hij doen om aan te haken bij, de, bij het eerste elftal, bij jouw team? Vooral datgene wat hij ook bij de onder-21 doet. Dus goals blijven maken en zich op de training laten zien. Ja, het is niet altijd zo als een speler wat, wat je die wat minder ziet, dat het alleen maar aan hem ligt. Dat heeft ook te maken met de spelers die voor hem staan. Dus hij heeft best wel veel concurrentie. Um, we hebben hem juist die wedstrijd bij onder-21 ook gegeven om zich wat meer nou ja, één te laten voelen met wat wij van hem verwachten. Zodat we hem ook feedback konden geven op hetgeen wat hij goed deed en wat hij beter zou kunnen doen. En um, ja, dat is voor hem... Uh, in die wedstrijd van onder 21 uitstekend gegaan. Want ook in de oeverstrijden heeft hij wel zijn goals gemaakt. Maar ja, ondanks dat ik goals maak een heel belangrijk onderdeel van het spel vind, komt er ook nog meer bij kijken. En er zit denk ik ook nog wel een klein verschil. Of jij bij de onder 21 goals maakt tegen de tegenstanders die die hebben, dan of je dat op het trainingsveld of bij het eerste elftal voor elkaar krijgt.